Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. We gaan weer aan de slag met washi tape. Ik ga jullie een heel eenvoudig, maar heel handig trucje laten zien met washi tape. Zo kan je met washi tape hele leuke cadeaulinten maken. Hier zie je een aantal voorbeelden. Ik heb twee pakjes. Met heel eenvoudig cadeaupapier heb ik ze ingepakt. En dan heb ik ze ook dichtgemaakt met een stukje washi tape. Van die washi tape heb ik een strik gemaakt en dat ga ik voor het tweede cadeautje ook doen. Dat lint gaat dan gemaakt worden van deze rolletjes washi tape. Hoe het werkt, dat ga ik jullie meteen laten zien. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt natuurlijk washi tape nodig, een schaar en liefst ook een heel dunne stift of een penseel. Je kan ook een satéstokje gebruiken. Je gaat wat plakband nodig hebben en een nietmachine. Het cadeau dat heb ik even achteraan gezet en dan kunnen we aan de slag met de washi tape. Ik neem het breedste rolletje. Er staan van die leuke ijsjes op en dan zoek ik naar het begin. Dan rol ik een heel lang stuk af. 20 centimeter heb je nodig ongeveer. Dat stuk knip je dan af. Dat stuk vouw je dan dubbel op elkaar. Zorg ervoor dat beide kanten mooi op elkaar liggen. De hoeken die knip ik nog zo af. Krijg je een punt. En dan neem ik mijn dunne stift of penseel. En daarop rol je dan de strook die je net hebt gemaakt. Doe dat heel strak. Houd dan goed vast en laat het zich afrollen. Schuif het dan zo uit elkaar. Het houdt zijn vorm. En op die manier ga ik zo'n 6 tot 7 stroken maken, die dan zo zijn opgerold. Ik heb er zelfs 8 gemaakt. Je ziet ze hier op tafel liggen. En dan ga je nu je nietmachine gebruiken. Daarmee ga je de verschillende rolletjes aan elkaar vastmaken. Leg ze over elkaar. Laat ze kruisen in het midden. Neem dan je nietmachine en maak ze aan elkaar vast in het midden. Zo. Dat is de eerste laag. Ziet er al heel schattig uit, maar er komen nog een paar bij. Dan gaat er nog een nietje in. Druk je versiering dan voorzichtig bij elkaar. En zo zie je de nietjes niet meer. Dat is dan mijn versiering voor het pakje. Hoe maak ik dat nu vast? Daarvoor neem ik mijn gewone plakband. Ik neem een klein stukje ervan. En dat stukje, daar maak ik een rolletje van.
Zorg ervoor dat de plakkende kant aan de buitenkant zit. Plak dat rolletje dan op je versiering en druk de versiering op het pakje. Zo is ook mijn tweede cadeau versierd. Dit is dus nummer 1 nog een keer. Daar heb ik washi tape gebruikt in 1 kleur en 1 breedte. Dat ziet er ook heel leuk uit, wel net wat anders dan mijn nieuwe. Daar heb ik verschillende soorten washi tape gebruikt met verschillende patronen en in verschillende breedtes. Ik vind ze allebei heel erg goed gelukt. Ik hoop jullie ook. Vergeet me geen thumbs up te geven als je het project interessant vond. En abonneer je op het kanaal natuurlijk om nooit nog een filmpje te missen van Do It Self Idee. Deel je favoriete video's met vrienden om samen te gaan knutselen. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Do It Self Ideeën. Tot dan!